Het dorp Limbricht in Limburg heeft zichzelf in het nieuws gemanoeuvreerd met de vestiging van een record waarin deze telefooncel centraal stond. Het duurde langer dan ze wenselijk vonden voordat de 24 wachtenden aan hun recordpoging konden beginnen. En daarbij ging het niet om het langste gesprek, maar om de bezetting van de cel door 24 jongelui uit Limbricht, die daarmee een eerder in Grevenbicht gevestigd record van 18 duidelijk wilden verbeteren. De PTT-cel bleek van uitstekende kwaliteit. Het uithoudingsvermogen van de jongelui trouwens ook. Opvallend was verder hun vindingrijkheid. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... Nummer 23 had nog wat moeite met het bijtrekken van het rechterbeen. Maar tenslotte kon ook nummer 24 nog juist erin geperst worden. En toen werd het voor de staande, zittende en hangende Limbrichters 5 seconden erg moeilijk. Maar het applaus van de omstanders en de behouden terugkeer in de ruimte vergoeden veel. De prestatie zal nu worden voorgedragen voor opneming in het Guinnessboek van Wereldrecords.